Dan gaan we door met Joost Maaskant, zoals gezegd eigenlijk. Hij is DJ, producer, zanger, theatermaker. Samen met Naomi Felisario vormt hij Permanent Destruction. En ze maken de HM-concert, of het HM-concert. Ik weet niet precies of ik het op zijn Engels of Nederlands moet zeggen. Een theatrale concertperformance. Visueel en muzikaal overdonderend. Duistere en agressieve teksten, maar ook met een flinke ironische saus eroverheen. Althans, dat is mijn interpretatie. Joost, welkom. Hoi. Leuk dat je er bent. Hallo. Laten we beginnen met die setting. Die heeft heel veel weg van een popconcert. Het is echt een podium. Naomi zingt. Twee fantastische dansers erachter. Jij staat rechts achter je soundboot. Waar alle geweldige geluiden vandaan komen. En af en toe kom je er ook vandaan om mee te zingen en mee te spelen. Ja. En dan zijn er nog visuals daarachter. Ja, door Jan Hoek gemaakt. Ja. Heel imponerend allemaal. Zeker. Toch? Ja. Ja. Voor we het gaan hebben over die muziek, laten we eerst over de teksten beginnen. Want ik denk dat die toch best wel in het oog springen. Ja. Die zijn allemaal duister, morbide, gebaseerd op de teksten van Heiner Müller, hè, Duitse theatermaker. Ja, ja. Wie was hij? Kun je hem introduceren? Ik weet dat eigenlijk niet. Het rare is, ik ben eigenlijk nooit zo bezig op die manier met het textuele. Ik ben iemand die heel slecht tekst begrijpt. Ja. Heel langzaam. Ik heb een enorme dyslexie. En ik... Naomi en ik hebben een soort van samenwerking die puur gaat over intuïtie. Dus ik snap wel waar het ongeveer over gaat. Ja. Maar ik heb vaak bij voorstellingen dat ik tijdens voorstellingen nog ontdek waar de voorstelling helemaal... Wat in de detail eigenlijk zelfs nog gezegd wordt. Zelfs in de tiende speelbeurt of zo nog steeds. En dat klinkt een beetje... En ik vind dat een beetje dom van mezelf. Maar het rare is dat ik op een of andere manier het wel weet regelen om nog theater te kunnen maken zonder dat altijd precies te hoeven begrijpen. Ja. Wat begrijp ik dan wel? Dus wij werken, zeg maar, ik zie het altijd een beetje zo voor me, een soort van, ik bouw intuïtief, wijs van spreken, het geluid. En zij is, zeg maar, de brains die de inhoud genereert. Mm-hmm. En dat werkt op elkaar en daaruit komen Lego-blokken en dat wordt een voorstelling, zal ik maar zeggen. Ja. Dus je hoort eigenlijk door haar de inhoud en dan is het aan jou de schone taak om daar muziek en geluid en klank bij te bedenken. Ja, precies. Nee, ik bedoel, ik weet wel waar de voorstelling over gaat, alleen ik ben niet heel erg ingelezen in Heiner Müller bijvoorbeeld. Ja. Of zo. Dus wie hij precies is, wat zijn context is of zo, op een of andere manier heb ik besloten dat niet mijn onderdeel is. Of zo. Dat is Naomi's onderdeel. Ja, en dat maakt dus ook niet uit voor het maken van die muziek. Nee, maar... Dus het rare is, ik bouw het dus echt op een soort intuïtieve onderbuikmanier. Dus we zijn in november begonnen. We beginnen altijd een half jaar van tevoren met schetsen. Mm-hmm. Dus zij heeft eigenlijk door het werk van Heiner Müller heen gekeken en geïnspireerd daarop. Zijn er dus teksten gemaakt en bedacht. En die teksten die worden dan dus voorgelezen en geschreven. En op dat moment ben ik eigenlijk bezig om heel snel schetsen te maken en te kijken of haar stem samen met die muziek paf tot één ding wordt. En dat we er allebei super warm van worden en dat er een soort energie ontstaat die duaal is of heel erg hard of juist te corny. In ieder geval dat we kleuren aanraken of twee kleuren aanraken die met elkaar botsen of zo. In ieder geval die ons beroert. Ja. En dan begrijpen we dat het een goede schets is. Ja. Dus dat is eigenlijk zoals bijna een jam sessie. Ja, zij doet de geluiden en de inhoud en jij zoekt daar een klank bij. Ja. In. En ik vind dat een fantastische manier van werken. Op een of andere manier, omdat het gaat over voelen. En op een of andere manier wil ik eigenlijk zo werken of zoiets. Ja. Dat is een beetje mijn... ik weet niet. Mijn manier. En als we dus zo'n schets maken, dan... Zij is niet echt een zangeres, dat heeft ze ook toegegeven. Dat staat ook in allerlei kranten en zo. Zeker. In recensies en in aankondigingen.
Maar zij gebruikt dus, wij gebruiken dus heel veel autotune. Ze heeft wel een goed ritmegevoel. En ze kan ook wel een beetje zingen. Maar we gebruiken dus heel veel autotune, zeg maar, als een soort... Om het glad te trekken. Om het glad te trekken. Dus waar Madonna, volgens mij waar het bij Madonna uitstond... Ja, zorgen jullie... Het bij ons ook niet uit. Check jullie drie keer dat hij aanstaat. Ja. Wat wel grappig is, inderdaad. Want jij hoort dus eigenlijk de tekst op de manier zoals het publiek het ook hoort. Zonder al te veel context en voorkennis. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat ook veel doet voor de muziek die je erbij zoekt. Want je kunt ook bedenken vanuit de inhoud, iets wordt heel erg zwaar of droevig. Je gaat meedenken vanuit de inhoud. En nu is het vanuit de klank. En vanuit de klank die vanuit Naomi komt. Ja. Ja, ik vind het ook super raar. Maar gewoon, ik vind het super bizar dat dat zo gaat. Dus dat je op een soort van energieniveau het samen krijgt of zo. Of dat je op energieniveau een soort kunstwerk bouwt. Ja. En het heeft echt mee te maken dat ik niet ongeïnteresseerd ben, maar dat ik er gewoon geen verstand, geen gevoel voor heb. Ik heb geen gevoel voor taal in die zin. Ja, precies. Ja. Als ik naar theaterstukken ga en ik kijk naar een monoloog, dan moeten mensen het wel heel traag uitspreken, wil ik het begrijpen, tot me krijgen. Dus heb ik besloten om voor een ambacht te gaan die juist gaat over de onderbuik. Over het gevoel, of in ieder geval, maar ik benader het zo. Ja. Dus ga ik ook met haar zo om. Ja. Op een of andere manier. Ja. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je helemaal niet, inderdaad, geen flauw idee hebt waar die. Nee. Ik bedoel, sterker nog, ik maak dus zo'n schets van. We maken dan een couplet, een refrein in 2 dagen of zo. En dan gaat zij zich bezighouden met andere delen van die voorstelling. En dan neem ik het mee naar huis en dan ben ik daar 2 weken mee bezig. Dus ik hoor die tekst ook 2 weken lang, zal ik maar zeggen, voorbij komen. En dan komt hij wel binnen. Maar natuurlijk. Het rare is dat ik het altijd beschouw als een instrument. Het is voor mij klank of zo. Stem is een instrument. En zo ga ik daarmee om. Ja. En is een energie of zo. Ja. Dus, want die voorstelling zit heel veel teksten over vrouwenhaat in. Ja, ja, ja. Heel veel agressie. Ja. Dat zit dus blijkbaar allemaal in dat werk van die Duitse theatermaker, inderdaad. Ik was eigenlijk benieuwd van waarom is dit nu urgent? Of waarom brengt Naomi dit naar buiten? Moet ik dan eigenlijk zelf vragen? Ja, je moet het eigenlijk aan haar vragen. Ja. Maar wat ze heeft gezegd daarover is dat ze op een of andere manier door de Me Too... beweging, of daardoor erg geprikkeld raakte en dacht van ik moet het gewoon hierover hebben. Yeah. Zo. Omdat zij volgens mij zelf zegt dat ze dus niet een echt slachtoffer ervan is geweest, maar er meer naar het meer tegenkomt of het meer om zich heen ziet. Ja, en misschien ook een soort van broeit iets waar zij iets mee moet. Ja. In dat interview zei ze dat, hè? Dat er iets... Ja. Onder zit waar ze vanaf wil. En dat kan in zo'n voorstelling blijkbaar. Ja, precies. Maar het is dus eigenlijk ook een soort activisme. De voorstelling is een soort activisme. En interessant eraan is dat er zijn dus nog 2 dansers spelers bij. Gerry Gravenbeek en Valentijn Benaar. En ik. Dus wij zijn wij zijn 3 mannen. Ja. En wij zijn eigenlijk haar... we noemen het eigenlijk de feminist death cult. Wij zijn een soort geïnspireerde feministische cultus. Ja. Een soort mannen die zo hard geloven in haar activisme of zo, dat we eigenlijk een soort terroristische daad voorbereiden in de vorm van een concert. Oké. Okay. Symbolisch dan, hè? Zeker, of, symbolisch. Dus er zit een soort publiek. Nou, goed, laat maar. Ja, het publiek hier volgt jou op de voet. Nee. Ja, ja. Die teksten, ik vind het toch nog even interessant om te kijken hoe jij daar die klanken bij bedenkt. Die gaan dus bijvoorbeeld over het ritueel offeren van je moeder. Die mother, let me eat your heart. My monster, my whore. Ja. Als je dat hoort... Ja. Wat hoort daar dan voor muziek bij? Kun je dat eens schetsen? Wat gebeurt er dan bij jou? Kijk, dan komen er allerlei opties die ik dan soort van maak ook. Terwijl Naomi dit opzegt, komen er opties langs. En die opties gaan over... Oké, gaan we nu
ik heb een enorme behoefte om altijd hele harde muziek te maken. Dus ik hou heel erg van gabber en van punk en van een soort harde hip-hop. En van, dus dan ga je zeg maar in die schetsen ga je dus eerst heel snel al die extreme bouwen. Ja. Dus dan bouw je een soort van gabber ding in 5 minuten of zo. Of een soort heel slecht schetsje van een soort metal ding. En dan kijk je of dat... Of die soort van één op eenheid, of dat dan elkaar versterkt. Mm-hmm. Of moet daar juist dan zeg maar het tegenovergestelde opgeplakt worden. Namelijk een soort van zijige Eurovisie Songfestival popmuziek. Ja, precies. En versterkt het dan? Dus op die manier wordt er geschetst en gezocht. En ontzettend veel weggesmeten en goed gehakt en weer teruggehaald. Zoals een proces gaat. En wanneer versterkt iets elkaar? Kun je dat zijn er regels voor? Nee. Is het echt een super moeilijke vraag. Ja. Het is niet hoe heftiger de tekst. Ik bedoel, er zijn gewoon dingen die goed werken, maar ja, clichés werken altijd super goed. Wat zijn muzikale clichés die je gebruikt? Omdat clichés zijn waar. Nee, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Het is gewoon trial and error. Wat goed werkt is... Laat ik zo zeggen, soort van als ik begin aan zo'n project... Heb ik van tevoren al heel veel muziek geluisterd. Dan is er allerlei muziek die in mijn hoofd blijft hangen... Mm. En eigenlijk, en alle dingen die je fascineren van die lijst of zo, die ben je eigenlijk stiekem een beetje aan het nabouwen of in die gebieden aan het zoeken. Oh ja. En daar valt een bepaald percentage van die goede ideeën die je eigenlijk ergens anders hebt gehoord, wordt die je een beetje hergebruikt of remixed of gewoon steelt. Mm-hmm. Een bepaald percentage is gewoon goed, werkt. En een heel groot percentage ook niet. Ja. Dus proberen, totdat je ze hebt. Ja. Verder is het, denk ik, gaat het gewoon over chemie ook. De chemie tussen mij en Naomi. En wat is chemie dan? Ja, dat is gewoon een soort energie, in mijn geval een soort energie bij elkaar vinden, waardoor je elkaar steeds aanvult. Ja, zij zegt die teksten... Ik bedenk dit en dat en dat en 1 plus 1 wordt 3 of zo. Yeah, yeah. En dat is een soort het magische geheim wat ik niet kan uitleggen en wat het ervoor zorgt dat het vak interessant blijft. volgens mij heel goed werkt is bijvoorbeeld die autotune op hele zware teksten. Dat is een concreet voorbeeld. Ja. Maar ik bedoelde de vraag inderdaad groter en abstracter. Maar dat vind ik heel... dat je als publiek denkt, dit is grappig, want het is een soort van namaak... Of het is echt autotune, maar het is een soort namaak... Popmuziek. Popmuziek met fucking heftige teksten. Ja. En dat werkt dan, blijkbaar. Ja. Maar ja, je ziet... Wat je vaak hoort is dat het publiek... het niet zo goed weet of ze nou moeten dansen of niet. Dus dat ze de beat heel lekker vinden... maar dat de teksten zo heftig zijn dat ze... niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja. Dus of bij zichzelf of in een soort peer pressure van... ja, nou, als ik nu ga dansen, dan ziet iedereen dat ik niet die teksten hoor of zo. Of goedkeur. Dus dan krijg je allerlei wrange... En hoe reageert het publiek? Is dat vanaf het podium in te delen in menstypen? Vooraan zijn de dansers natuurlijk altijd. Wat zijn dat voor mensen? Het is super uiteenlopend... Het kan bestaan uit chagrijnig kijkend intellectueel publiek. Mm-hmm. Het kan bestaan... We hebben dinsdag... had ik het net hier ook over met mensen hier in het publiek. Okay. Over dat er opeens een groep jonge meiden, jonge vrouwen waren... die heel erg aan het joelen waren vooraan. Ja. En opeens een refrein gingen meezingen die ze helemaal niet kunnen kennen... want het staat helemaal niet online. Dus het refrein was 1 keer eerder voorbij gekomen en dan... omdat de tekst dan ook geprojecteerd wordt. Opeens was het toch catchy genoeg. Weet je de tekst nog? I want to be inside of you, woman. I want to fuck you till you die. I want to sacrifice you, woman. And make you my eternal wife. Oh ja, dat is wel een soort van catchy. En die...
En die meiden die stonden er echt, yeah! Van, en ik had echt het gevoel van, wow, dus dit hebben we nog niet meegemaakt. We spelen altijd voor een soort theaterpubliek. Theaterpubliek doet dat niet op die manier. Ja. En nu opeens waren we een echte pop. Dus we spelen een soort pop, een soort die antwoordachtige pop-act, ja, band, en opeens werd het Eurovisie Songfestival. Ja, dat is een compliment. Een raar compliment. Zeker, ja, maar ook dat je dat eens een keer meemaakt, dat is ook te gek. Ook los van de inhoud is dat te gek. Ja. Snap je? Soort van, dat mensen zo, een soort van de gillende meiden. Ja, die heb je gewoon meegemaakt. Ja, misschien wordt het dan toch wel weer inhoud. Nou ja, goed, ik weet niet. En wat hebben jullie voor jezelf een soort van doel? Zo van, ik hoop dat mensen dit voelen als ze de zaal uitlopen of als ze naar huis gaan. Wat moet die mokerstoot van een voorstelling doen? Nou ja, het is natuurlijk een soort activisme. Dus ik denk dat het wel echt gaat over dat je in ieder geval mannen bewust wil maken van de shit die vrouwen over zich heen krijgen door mannen. Ja. En dat de vrouwen zich ook ergens gesteund voelen. Zo. Ik weet niet. Ik denk dat het ook gaat over nadenken over die verhoudingen en over gender. En over jezelf mogen zijn en vrij mogen zijn en niet onderdrukt worden. Omdat je man of vrouw bent. Ja. En hoe is dat dan voor jou om aan die voorstelling mee te werken? Want jij bent ook een man, dus in feite word je ook aangesproken door al die teksten. Ja, ik weet het niet. Het rare is dat ik het... Het rare is dat ik altijd het gevoel heb dat ik in een soort best wel... uit een gezin kom wat best wel gelijkwaardig is. Zoiets. Dus op een of andere manier heb ik altijd het gevoel dat het niet helemaal over mij gaat. Ah ja. Natuurlijk... ik denk dat ik er zeker fouten in, dat ik zeker in mijn leven fouten heb gemaakt naar vrouwen toe, vrouwenvriendelijke dingen heb gezegd. Maar op een of andere manier voel ik me niet aangesproken. Nee. Of ik bedoel, niet, ik ben niet de boosdoener. Ik voel me niet de boosdoener. Ja. Ik heb juist. 2 jaar geleden had ik iets van 6 projecten en 5 projecten. Werden geïnitieerd door vrouwen. Dus had ik gewoon vrouwelijke bazen. Dus dat hele... Dus toen dacht ik, zeg maar, de wereld waarin mannen de baas zijn en vrouwen minder verdienen of zo, dat speelde toen erg. En ik had toen zoiets van, ja, maar ik zit in een soort wereld waarin het een soort, waarin vrouwen eigenlijk nu de baas zijn. Of gewoon de leidinggevend zijn. Ja. Yeah. Dat is dan natuurlijk nog maar één aspect van die hele grote problematiek. Ja, goed, maar... Het rare is dat ik het... Ja, dat ik soms ook wel eens het idee heb gehad dat vrouwen heel erg sterk zijn juist. Of zo. Of soort van veel sterker dan mannen. Goed. Je kunt hier eindeloos over discussiëren. Maar gewoon... dus op een of andere manier voel ik me niet... Heb ik niet het gevoel dat ik de grote boosdoener ben waar, zeg maar, die boodschap op geprojecteerd moet worden. Ja. Dus daarom ondersteun ik het ook. Ja. Er valt ook veel te lachen eigenlijk. Tenminste, dat heb ik wel gedaan toen ik de voorstelling zag. Ja. Die muziek is inderdaad soms ironisch, hè, met die zwoele autotune en toch die heftige activistische teksten. Ja. Welk evenwicht willen jullie daarin bereiken? Heb je daar een soort van discussie over? Nee, helemaal niet. Nee. Zegt Naomi ook nooit van dit is te lollig voor wat ik wil zingen? We hebben het eigenlijk nooit over grappig. Het is dingen worden toevallig grappig. Ik denk dat vooral bij de 1-2'tjes die Naomi en ik met elkaar hebben in ons spel, dat opeens grappig wordt. En dat is dan gewoon omdat we merken dat grappig is bij het publiek. Het is helemaal niet grappig bedacht. Niks is eigenlijk grappig bedacht. Ik bedoel, er is wel ironie. Mm-hmm. En er is wel een soort schurende, rare dingen die je misschien grappig zou kunnen vinden. Maar niks is ingezet als grap. De grappen die er zijn, zijn of heel ironisch, maar dat zijn er heel weinig, vind ik. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, dat Naomi de tekst zegt van... Die vertelt dan een soort verhaal over... How did you get pregnant? Of zo. Dat er aan haar gevraagd wordt van... Hoe ben je dan zwanger geworden? Of zo. En dat zij dan heel ironisch zegt van... I smoked some fags... Drunk a bottle of wine and fucked a stranger. Of zoiets. En dat zij daar dan heel cynisch over lacht. En dat ik dan ook lach. En dat het publiek dan ook lacht. En dat dat dan een soort van grappig is, maar ook super pijnlijk. En raar en ongemakkelijk. Ja. Maar op een of andere manier komen het. Dus de kleine grappige dingen. Want voor mij zijn het kleine grappige dingen. Die ontstaan eigenlijk door te spelen voor het publiek. Dus in het. We ontdekken het eigenlijk of zo. Terwijl yeah. We hebben het dus bedacht. Maar we hebben het, dus het ontstaat of zo. Maar het is niet de bedoeling dat die voorstelling grappig is in die end of zo. Ja. Yeah. Want dat is ook wel. Volgens mij in NRC stond er een soort van recensie. Die zei volgens mij dat het. Bottom line, omdat het een beetje ironisch is soms. Kun je de boodschap misschien van je af laten glijden. Ja. Yeah. Ik was wel benieuwd hoe jullie dat balans zoeken. Maar dat is dus eigenlijk helemaal geen. Voorgeprogrammeerde balans, dat je denkt van nou, nu moet het iets serieuzer of nu moet het iets minder serieus. Nee, ik weet niet, ik denk daar niet zo, ik weet het niet. Nee. Ik heb daar geen. Als de NRC dan dat vindt, dan moeten ze dat maar zo zien. Ja, natuurlijk, dat is, ja, gewoon, is gewoon een mening, ja. En die visuals, laten we het daar eens over hebben, die zijn van Jan Hoek, hè, ja. Fotograaf en kunstenaar. Ja. Ja. Heel overdonderend ja. En echt over de top. Ja. Heel prikkelend, zeg maar. Ja. Is er. Op welk punt komt dat erin eigenlijk? Is dan de muziek en zijn die teksten al helemaal samen? Ja, dus het grootste deel van de muziek is dan al geschreven. Dus laten we zeggen dat 90% van de muziek al zo'n beetje af is. Of 80%. En dan wordt dat naar hem toegestuurd. En dan. Dus ik moet eigenlijk heel vroeg beginnen. Dus in november al beginnen bij dit geval. En dan kreeg hij het in februari en dan moest hij daar beeld op maken. Dus dat is een soort van de fabriek die op die manier zo werkt. En dan is hij daarmee daar aan de slag gegaan. Dat is wel een... Dus hij heeft eigenlijk dus wel gereageerd op de... Dus hij werkt dan... Dus Naomi werkt samen met mij en Naomi werkt samen dan met hem. Mm. En dan komt het samen. Dus het is niet zo dat... Dat we daarin met z'n drieën werken. Of zo. Het is echt een soort, ik heb dit gemaakt. Dus deze Lego stenen die gaan dan naar hem toe. Dan gaat Naomi met hem verder. En dan kom ik uiteindelijk weer terug om die show met de video of met de muziek. En dan komt dat samen. Ja. Alleen, dan is de video ook al af in wezen. Dus ik zit meer in de show en Jan Hoek levert meer. Ja. Levert de video af en hoeft daarna niets meer te doen, zal ik maar zeggen. En je zei net, als de muziek en tekst bij elkaar komen, is het 1 en 1 is 3. Is dat beeld erbij dan 4 of 5? Is dat, versterkt dat ook echt zeker. De rest nog? Ja, zeker. Hoe belangrijk is het, dat beeld? Ja, enorm belangrijk. Alleen, het ding is dat ik me dit jaar veel minder met die video heb bezig gehouden, omdat ik gewoon... heel hard aan die muziek moest werken. Dus wij spreken dat deel heb ik... Daar ga ik helemaal niet over. Ja. Heb ik me niet mee bezig gehouden. Nee. Dus, je bent echt het muzikale brein. Ja, ja, ja. Kun je wel zeggen. Er zit heel veel soort van lekkere jaren 90 gabber, ja. Retro, ja. Hardcore in. Ja, de allereerste muziek die ik wilde hebben toen ik 11 was... Was een soort verzamelbandje van Sonic... Gewoon Sonic the Hedgehog. Ja. En dan had. Computerspel? Ja, en dan hadden ze bedacht dat je bandjes en CD's kon kopen met Sonic erop. En daar stonden dan happy hardcore hitjes op. Ja. En ik wou dat bandje hebben omdat Sonic op de voorkant stond. En dan krijg je de hardcore erbij. Dan vroeg ik aan mijn vader: mogen we dit in de auto luisteren? En dan deed mijn vader, die stopte dan het bandje in de auto. En dan hoorde je gewoon zo Madonna, inderdaad, geremixed. Of een jaren 70 nummer, zo omhoog gepitcht met zo'n kabouterstemmetje. Mm-hmm. En dan... En het rare is dat het echt het zit in mijn hart op een of andere manier. Het is super slechte muziek. Ja, dat vind je zelf ook wel. Ja, zeker. Oké, ik bedoel, als het...
Dus een paar jaar geleden was er op Lowlands een soort van happy hardcore revival, waarbij ze dan een uur in die alpha tent met al die oude jongens, die Charlie Lorno's, Mental Teo en The Party Animals en June of zo. Die hadden ze allemaal. En die speelden al die hits af en het zijn allemaal van die super goedkope klote nummers, maar echt, ik keek naar een soort verslag ervan en ik kreeg een brok in mijn keel. Heel gek, ik kan ook heel goed. Er is, zeg maar, heel veel muziek is geïnspireerd op dingen uit de puberteit. Dus ik luisterde heel veel naar punk en naar gabber of zo. En naar metal. Hele harde dingen eigenlijk. Dus het zit ook altijd, als er, zeg maar, met Koningsdag in Rotterdam, waar ik woon, is er dan ook ergens wel een soundsystem en daar staat dan gabber aan. En dan ben ik meteen, ik engage meteen daarmee. Het is echt een soort, zit ik daarin. Ja. Ik was daar vorig jaar met een Duits iemand en die snapte dat totaal niet. Die vond het een soort harde fascistenmuziek. Oké. Snap ik ook ergens wel. Ja, tuurlijk. Ik bekijk het niet zo. Voor mij is het gewoon energie of zo. Maar die... Het grappige is dat vorig jaar zat de Chinese maker Tianzhou Chen hier. Ja. En die draaide in Peking gabberavondjes. Zeg maar zo'n 10, 15 jaar geleden. Ja. Dus die kende de Nederlandse gabber. Maar ja, gabber is gewoon punk. In mijn ogen. Mm-hmm. Ik kijk even niet naar of er een rechtskarakter aan kan zitten of niet. Voor mij is het gewoon een hoge energie. Snel. En ik moet daarop bewegen. Ja. en het is hard of zo. Het is een harde schoonheid of zo. Ja, en daarom zo'n goed huwelijk met bijvoorbeeld deze teksten. Ja, of een beetje absurde dingen misschien. Ja. En later merkte ik dat ik eigenlijk steeds meer... Dus daarna had ik de hele punk en gabber en zo wel gehad of zo. En dan kwam er meer drum en bass en meer elektronica. En nu zit ik eigenlijk veel meer in soul en in hip-hop en in jazz. Meer schoonheid en meer echt gespeelde muziek of zo. Omdat ik opeens meer bezig wil houden met schoonheid. Oké. Okay. echte grote... Ja, ik weet niet. Ik ben nu meer op zoek naar die soort... Naar inderdaad de ziel of zo. En gaat dat zich... Zou dat zich kunnen verbinden met deze teksten, waar je dus nu... Ja, zeker. Maar ik denk dat is misschien wel dus in het derde deel wat er nog aan gaat komen. Want we hebben dus twee delen nu, er komt nog een derde deel. Ik denk dat zeker een insteek gaat worden. Ja. Wat interessant, want de vorige ging over Sarah Kane, een feministische theatermaakster. Ja. Grofweg dezelfde muziek, denk ik, hè, als nu. Dus ook wel veel hardcore, drum en bass misschien iets meer. Ja, meer hip-hop vond ik het. Oh, meer hip-hop, oké. Ja. En tenminste, het eerste deel vond ik meer hip-hop R&B geïnspireerd. Maar dan de harde varianten daarvan. Ja. En hebben we dus nu de hardcore om het even Het is nu veel meer techno, trance, Eurovisie Songfestival. Ja. Gabber, punk, trap. Ja. Terror. Wie wordt de volgende theatermaker die jullie gaan onder handen gaan nemen? Weet ik niet. Daar hebben we nog niet over gehad. Komt allemaal nog. Ja. Dus, maar het zal een wat soulvollere voorstelling worden als het aan jou ligt. Of daar ben je nu mee? Nou, ik weet niet. We hebben fantasieën over dat we natuurlijk... We hebben nu natuurlijk al die dance en die popgenres gehad of zo. Misschien moeten we het nu wel... Moeten we iets anders gaan doen. Misschien moeten we wel inderdaad naar een soort gevoeligheid... gaan die naar veel zachtere muziek en veel gevoeligere muziek. Mm-hmm. Dus die... zo. Want er is natuurlijk een gevaar dat je steeds bij die muziek blijft. Of ik weet niet of het een gevaar is, maar die je in je jeugd hebt meegekregen. Dat je steeds daaraan vasthoudt. Ja, maar dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Nee. Of heb je ergens nog wel... Ik zie geen gevaar. Je ziet geen gevaar. Dat is ook heel hardcore om dat gewoon te zeggen. Dankjewel. Leuk dat je er was.